Hoi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag uit de titel ben ik er vandaag weer met een action shop met mij video. Zoals je kan horen, mijn stem is nog niet 100% hoe het was, maar wel bijna. Het gaat een stuk beter. Ik moet ook al gewoon veel minder hoesten van de pijn, dus dat is heel erg fijn. Want dat was iedere keer heel vervelend met editen, want ik moest allemaal hoesten eruit knippen, zeg maar. Maar ja, we hebben weer genoeg stem om te filmen, dus we zijn er bijna. Vandaag ga ik jullie weer meenemen naar de action, zoals je kon zien aan de titel en thumbnail. In deze video's laat ik zien wat ze op dit moment qua assortiment in de action hebben. Op die manier kan je kijken of het voor jou waard is om naar de winkel te gaan, ja of nee. Deze video's maak ik dus voornamelijk voor mensen die verder weg wonen of om welke reden dan ook zelf niet makkelijk naar de action kunnen. En op deze manier kan je zien wat er in de winkel is. Dan voordat we samen naar de action gaan, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet dan vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu samen naar de action gaan. Nou, hier zo zijn we dan bij de Action in Boxtel. Dat is degene dichtste bij mij in de buurt. En we gaan dus kijken wat er allemaal nieuw nu in het assortiment is. Om te beginnen gaan we beginnen met de elektronica, gadgets, al die dingen. Altijd leuk om tussen te kijken. Hier hebben ze ook voornamelijk heel veel handige dingetjes, zoals die blokjes. Die zijn gewoon heel goedkoop bij de Action. Dan deze koptelefoons. Ik blijf ze heel leuk vinden. Volgens mij zijn ze bedoeld voor kinderen. Maar ik zag deze van Mario Kart die ik heel erg tof vond. Hierachter, deze vond ik heel leuk. Van Super Mario. Deze had ik gewoon bijna voor mezelf meegenomen. Maar ik ben bang dat mijn hoofd er niet in past. Maar ik vond deze heel schattig. En ook nog steeds van Pokémon. En ze zijn maar €6,95. Is ook heel betaalbaar. Dan ook weer helemaal aangevuld waren deze VRX1. Dit zijn van die VR sets die je kan gebruiken gewoon op je eigen telefoon. Ik heb geen idee of dit werkt, ja of nee, maar het kost maar €2,98. Dan gaan we door naar de schoolspullen. En ik moet heel eerlijk zijn, jongens. Dit was het gedeelte voor mij wat een beetje teleurstellend was. Ze hadden niet heel veel nieuwe dingetjes. Maar ik ga wel mijn favorieten laten zien. En natuurlijk wel de dingen die nieuw waren. Dus daar gaan we even samen langs lopen. Dan ook, ik zeg het altijd in deze video's, heel veel mensen kijken deze shop met mijn video's en zijn niet geabonneerd. Vind je dit nou leuk om te kijken? En hou je ook van shoplogs, vlogs en andere leuke mooi of zooi content? Vergeet dan vooral niet om te abonneren, want ik upload 4 keer in de week en ik zou het heel leuk vinden als ik jou erbij zou hebben. Dan ook hadden ze wat nieuwe ontwerpjes van deze archiefdozen. Die vind ik echt heel erg mooi. Is een leuke manier voor storage. Heel veel hebben gold foiling erop zitten. En allemaal verschillende patroontjes. En dus weer nieuwe ertussen dit keer. Dan ook deze vond ik echt heel erg leuk van Stabilo. Deze was een aardbei. Het waren vulpennen. Voor €4,95 is prijzig, maar het is Stabilo. Dus ja, voor Stabilo is het weer goedkoop. En ik vond vooral de aardbei variant heel erg leuk. Dan gaan we door naar de knutselspullen. En om te beginnen, dit filmt Luc bijna nooit. Hier word ik altijd geholpen door mijn verloofde Luc. En hij filmt altijd het knutselgedeelte. En hier zo hebben ze dus ook aan het begin allemaal fotoalbums. Dat je zelf kan knutselen. En daar hadden ze wat leuke opties tussen liggen. Dus die laten jullie als eerste zien. Yeah.
En dan ook kei random is hier allemaal fotopapier. Op zich logisch. Maar ik had het meer verwacht bij de schoolspullen. Maar die liggen dus bij de fotoalbums. Op zich, ik snap hem. Maar als je naar op zoek bent en je kan het niet vinden, het ligt dus hier. Dan gaan we door naar echt het knutsel gedeelte. En met te beginnen dit super schattige kleine ezeltje. Ik vind het zo leuk. Ik ga het echt een keertje meenemen. Misschien leuk om ook op een date te doen of zo. Want je krijgt er 2 in en het kost geen drol. Maar de Action is natuurlijk echt een heel goed adresje als je op zoek bent naar verf, potloden en zo. En je wil niet, je hebt niet zo'n groot budget, is dit natuurlijk perfect. Want voor een klein prijsje kan je bijna alles vinden. Wat ik altijd heel erg prettig vind. Want als ik iets nodig heb voor een DIY project en ik denk van, zal de Action dat hebben? 9 van de 10 keer hebben ze het, dus dat is altijd heel fijn. Dan ook heeft Luc dit keer de wol en de garen zeg maar allemaal heel uitgebreid gefilmd. Hier hadden ze, moet ik zeggen, echt veel meer leuke tussen zitten dan de afgelopen tijd. Hier zijn ze echt in vooruit gegaan. Ik moet persoonlijk altijd zeggen dat ik de Vibra beter vind qua wol en garen normaal gesproken. Maar nu zaten er echt heel leuk tussen. Dus daar neemt Luc jullie ook even langs mee. Dan ook een leuk feitje, wat tijdens dit filmen, ik weet niet waarom ik dit ga vertellen, maar dat vind ik gewoon leuk. Tijdens het filmen van dit gedeelte bij het knutselgedeelte kwam ik in paniek naar Luc toe rennen, want ik moest heel nodig naar het toilet. En echt gewoon, weet je wel, dat je aan het zweten bent over je gezicht en in de zin van 5 minuten verwijderd van ik ga in mijn broek poepen. Dus
Toen had ik een medewerker gevraagd en die was echt zo van nee, sorry, kan niet. En ik was tegen Luc van oké, we moeten nu een keuze maken of het is te laat, zeg maar. Dus hij had zijn moeder gebeld, want die woonde niet zo ver van de Action. En we zijn daar naartoe gegaan zodat ik naar het toilet kwam. En ik was echt net op tijd. Ik heb mijn karretje achtergelaten, alles. Dus we hadden even een pauze tussendoor. Een pauze waarmee ik helemaal in de stress was. Maar alles is veilig en goed gekomen. Dus dat was het random verhaal wat gebeurde op deze shoptrip. Maar daarna was ik weer helemaal oké. En mijn mandje was gelukkig, stond nog gewoon in de winkel. Dus dat was fijn. En we konden gewoon door waar we waren gebleven daarna. Dan ook deze vond ik heel tof. Diamant tape heette het. Was 79 cent. Echt heel erg leuk. Ik denk ook als je bullet journals maakt en zo. Ja, ik vond het heel erg schattig. Ook hadden ze weer wat nieuwe sets, zoals deze, met allemaal verschillende maten knopjes erin. Die kwamen ook in verschillende kleuren set. Ook nog steeds hebben ze de luxe kralendoos. Die laat ik altijd eigenlijk aan jullie zien, want voor 4,99 euro is het helemaal waard. Krijg je zelfs een tang in alles. Dus dat is meteen een kant-en-klare, kun je leuke sieraden gaan maken voor maar 4 euro. Maar daarnaast hadden ze dus ook wat nieuwe. Deze was 1,99 euro. En in deze doos kreeg je allemaal best wel coole kralen. Allemaal gekkige vormen. En die kwam dus ook allemaal verschillende de kleuren. Dan ook hebben ze best wel wat opties aan, zeg maar, stoffen. En ook heel erg mooi glitterpapier. Dit is ook trouwens een goede, die stofjes en de glitterpapier. Een budget manier om als ondergrond te gebruiken. Ik gebruik zulke dingen namelijk ook gewoon voor mijn Instagram. En als ik leuke productfoto's wil maken voor in mijn verhaal. Daarvoor is dit de gouden tip. Want het kost heel weinig. En dan heb je een hele leuke foto ondergrond. Ook al doe je het gewoon met een mobiel foto maken. Ziet er gelijk veel leuker uit. Dus voor kleine bedrijfjes die dit misschien kijken. Of je wil gewoon je Instagram wat mooier maken. Dit is een hele goedkope en makkelijke manier om het te doen. En daarnaast kun je ze natuurlijk ook gewoon gebruiken om lekker te knutselen. I'm gonna show.
Dan ook nu nieuw volgens mij. Ik heb hem niet eerder gezien. Maar dat is deze tool die ernaast staat. Dit is de houtbrandpen in koffer. En die wordt verkocht voor €6,95. Ziet er oprecht heel erg goed uit. Die zou ik nog best wel willen proberen. Misschien een keer leuk voor een mooi of zooi video. Dat we hem gaan uitproberen op mijn kanaal. Laat vooral weten in de reacties als je dat leuk lijkt. Maar die vond ik er echt goed uitzien. Ik heb trouwens ook in deze shoptrip. Er komt binnenkort ook een mega shoplog hiervan. Want ik ben heel goed geslaagd. Want naast dat ik gewoon voor mezelf een lijstje had met dingen die ik nodig had. Heb ik ook spullen gehaald voor mooi of zooi video's. Ik heb ook 3 huishoudtools gekocht voor binnenkort weer een huishoudtools testen video van de Action. Dus er komt weer lekker veel leuke Action content aan binnenkort. Dan ook nieuw, deze stempels waren 99 cent. Ik heb ze in elk geval niet eerder bij de Action gezien. Maar hoe freaking schattig zijn deze stempels? Ik vond ze echt heel erg leuk. Er zitten echt hele leuke tussen. Je moet er dan wel even lekker tussen grabbelen. Maar ja, het staat er echt hele tof tussen. Die giraf die Lucas als eerste liet zien, vond ik heel tof. Your opinion, none of your business, what I be doing, why do you even bother making up problems, I don't got time for that, no, could you please just back away, leave me alone, get out of my face, don't care about your opinion, none of your business, what I be doing. Dan ook hebben ze nog steeds de klei waarmee je ook oorbellen en zo kan maken. Dan hebben ze allemaal leuke kleursetjes en die kosten maar 99 cent. Ik heb ze nog steeds liggen jongens. Ik wil het heel graag gaan doen binnenkort. Misschien in een vlog, maar ik heb nog zoveel dingen liggen dat ik denk, oh moet ik doen. Het komt allemaal een keer jongens. Ik ben gewoon echt keidruk. Maar ja, lijkt me heel leuk als ik een keer vrije tijd heb om dat een keer zelf te gaan knutselen. Lijkt me heel top. Dan ook hebben ze echt hele leuke nieuwe kleurboeken. Daar gaat Luc jullie langs nemen. Maar het enige wat me een beetje irriteerde. Er is er eentje die lijkt me heel vet. Maar die heeft hij niet aan de binnenkant gefilmd. Waar ik een beetje van baalde. Maar ze hebben weer heel veel toffe nieuwe volwassen kleurboeken. Mocht je daar interesse in hebben. Ik vind het een hele goede manier. Als je zeg maar even je hersenen wil uitzetten. Even een momentje van jezelf. Lekker een podcast op de achtergrond aan. Werkt het top. En dit is het luxe kleurboek waar ik het over had. Het is het coloring boek. Kijk hoe mooi. Dit was echt een boekboek met een harde kant. Prachtig, maar geen idee wat er dus in zit. Ze zijn maar 1,99, maar Luc heeft niet de binnenkant gefilmd.
En dan ook heeft hij wat gefilmd van de scrapspulletjes. Dit vind ik altijd een beetje lastig. Willen jullie dit graag uitgebreid zien? Want Luc filmt het vaak wel heel uitgebreid. Want je kan bijna gewoon 10 minuten alleen de scrap afdeling zeg maar filmen. Maar ik heb geen idee of jullie daar interesse in hebben. Laat me vooral weten in de reacties. En dan weten we wat we de volgende keer moeten doen. Wat jullie leuk vinden. Dan gaan we door naar de tuin / paasspulletjes. Als eerste deze paastent. Echt super schattig. Vooral deze mandjes waren €2,99. Echt heel erg cute om eitjes in te verzamelen en zo. Echt heel erg leuk. Ja, ik hou heel erg van paasdingen. Ook deze servetjes. Die werden verkocht voor maar €0,69. Heel schattig. Dan gaan we door naar de tuinspulletjes. En heel eerlijk jongens, er was zoveel dat ik gewoon geen idee had wat ik moest filmen. Er waren bladblazers, er waren tools, er waren harken, tuingereedschap, tot en met barbecue spullen. Ze hebben in elk geval wel echt heel erg veel. Wil je nou leuk nu lekker de lente vieren en een barbecue doen en je tuin netjes maken? Dan kun je dat dus heel budget op dit moment vinden bij The Action. Zoals ik al zei, er is nog veel meer dan dat ik heb gefilmd. Omdat ik gewoon niet wist wat mensen willen zien. Want ik ben niet echt een tuinmens. Dus ik weet ook niet wat goede deals ertussen zijn, zeg maar. Maar op deze manier zie je een beetje wat ze op dit moment allemaal hebben. Dan gaan we door naar het woongedeelte. Persoonlijk altijd een van mijn favorieten. En ik moet zeggen, het zag er echt super goed uit. Want ze hadden echt net alles gevuld. Dus perfecte timing. Ga ik onthouden dat ik op deze dag vaker ga om deze tijd. Want alles was heel netjes gevuld. Dus ik kan alles laten zien wat op dit moment nieuw is en wat me opviel. Dan dit blad schaaltje, zeg maar. Die had ik nog nooit gezien. Dus die was nieuw, was €4,49. Vond ik best duur voor de grote. Want deze is namelijk €5. Is echt een stuk groter. Die hebben wij trouwens, die gouden hebben wij op de kast voor onze sleutels. Werkt top, want dan lijkt het veel minder rommelig. Maar je hebt wel gewoon een plek waar je het op kan leggen. Dan ook deze vond ik heel tof. Waren €2,49. Is om een vaccinelichtje in te doen. De gouden vond ik heel mooi. Maar ze kwamen in het goud en zwart. Dat waren wel de enige twee kleuren opties. Feel.
Dan bij de kaarsen, gewoon de simpele, ja, hoe noem je dit? Gewoon de basic kaarsen, weet je wel, voor op tafel. Hadden ze nu deze twee nieuwe roze kleuren die heel erg tof waren. Vond ze persoonlijk echt heel erg mooi. En die kwamen in het klein, midden en groot, zoals altijd. Maar je ziet dus meer de lichte tinten terugkomen voor de lente. Dan ook vond ik deze heel tof. Die was nieuw, €3,79. En dat riet eromheen vond ik echt heel erg tof eruit zien. Sowieso dat de Action de laatste tijd echt mega goed bezig is qua de kaarsen. Er komen echt de hele tijd nieuwe uit en ze zien er ook echt fancy uit. Met zo'n houten dopje erop of een mooie geschenkverpakking. Ik vind echt dat ze daar moeite voor doen en dat je niet 1, 2, 3 ervan afziet dat het zo budget is. Dan bij deze, precies wanneer ik dat heb gezegd, is dat helaas wel. Ik vind het potje heel mooi, maar de labels laten los. Zij €2,99. Ik denk wel dat dit potje perfect her te gebruiken is voor eventueel wattenschijfjes. Daarvoor is het echt heel leuk. Maar helaas, de sticker laat heel erg los. Dan ook gaan we even natuurlijk bij de diffusers kijken. Dat vinden jullie altijd heel erg leuk. Ik heb een diffuser ook meegenomen voor de mooie of zooi video waar jullie al de hele tijd om gevraagd hadden. Wel hadden ze geen olie op dit moment. Dus hebben jullie een aanrader waar ik olie voor een diffuser kan kopen? Ik gebruik zelf een diffuser niet echt, dus ik heb echt geen idee. Maar ze hebben in elk geval weer leuke diffusers, alleen geen olie. Wat wel handig is om te weten. Dan ook gaan we eventjes kijken bij de fotolijstjes. Persoonlijk altijd zo'n gebied wat ik het heel leuk vind om te kijken. Soms hebben ze ook echt hele mooie. Maar het is wel altijd zo'n kwestie van je moet er even tussen zoeken. Want er zitten heel veel verschillende stijlen tussen. Waarschijnlijk heel veel vind je niks. Maar er zitten ook hele toffe voor een klein prijsje tussen. Dan ook hebben ze een paar echt hele toffe opties aan vloerkleden en ja, matjes, hoe je het wil noemen. Deze vond ik heel erg tof, was €19,95. Was wel aan de prijs voor de Action, vond ik. Oh, en deze kussentjes vond ik ook heel leuk voor €4,95. Helaas kwamen ze alleen in deze een beetje rare grijs tinten en ik hou niet van grijs. Maar voor de rest waren ze heel zacht en cute. En zoals ik al zei, dus heel veel verschillende opties. Dit is echt gewoon een tapijtje. Ja, echt heel erg leuk. En budget, dus als je het mooi vindt, het is je stijl, dan kan je dat nu heel budget scoren bij de Action. Dan ook deze stand. Ik vond deze zo leuk voor €5,95. Echt heel erg mooi. Ik dacht ook heel leuk misschien voor een trouwerij. Ik ben de hele tijd ook aan het denken van onze trouwerij. En ik wil ook heel veel van het decor zelf zeg maar verzamelen. En daarvoor is dit echt super schattig allemaal. Een klein prijsje. Ook deze bollen bijvoorbeeld voor €5,95. Het zijn hangbollen van glas. En die geven dus ook licht. Echt heel erg mooi. Ik vond ze echt heel tof.
Dan bij de nepplantjes hadden ze weer wat nieuwe dingetjes. Niet alleen nepplanten, maar ook accessoire spulletjes, wat ik heel erg leuk vond. Bijvoorbeeld een van de dingen die mij opviel was deze snoeischaar. Ik heb heel veel moeite met het woord, ik heb geen idee waarom. Maar die vond ik echt heel erg schattig. Die is bedoeld voor bloemen, was maar €2,29. En voor €1,44 heb je zo'n ophangsysteem van touw voor je potje. Vond ik ook heel erg leuk. Dus ze hebben ook wat leuke accessoires daar nu tussen liggen. Dan ook deze vond ik heel tof. Helaas niet meer in het goud, alleen in het zwart. Als deze in goud was, had ik hem meegenomen. Maar hij zou dus ook in het goud moeten zijn. Voor €9,95. Heel leuk om een plantje op te zetten of zo. Dan ook alle rietdingen. Hier zo liggen ook weer andere onderzetters. Dus ze liggen een beetje verspreid over verschillende gangpaden, dat je dat wel weet. En voor de rest heb je hier alle leuke mandjes van de Action. Mega aanrader als je daarna op zoek bent. Bijvoorbeeld ook leuk voor je hondenspeeltjes. En ze zijn heel budget bij de Action natuurlijk. Deze vond ik heel tof. Die was nieuw. Echt prachtig. Deze kapstok van teak hout was maar €8,95. Verder hadden ze nu ook veel meer nieuwe opties aan kapstokken. En het kost gewoon echt heel erg weinig vergeleken met de woonwinkel bij de Action. Dus ja, zeker een aanrader om te kijken als je nog op zoek bent naar een kapstok. Dan ook kei random een derde woonpad. Wat ik niet had verwacht. Ik dacht dat ik alle woon had gehad. Maar een pad wat voorheen tuin was, hebben ze nu ook woon gedaan. Dus die inbox heeft nu 3 woonpaden. Kei veel. Waar je mij niet over hoort klagen. Want ik hou, zoals ik al zei, van de woonspulletjes. En hier zo stond heel veel schattige hout- en rietlook spullen. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Dan gaan we door naar de keukenspulletjes. En hier zijn ze echt goed bezig, jongens. We hebben nog steeds dat zwart-wit met de blaadjes. Die hebben ze nu al wel een tijdje. Maar ik zag ook al bij sommigen een streep door de barcode staan. Wat goed is om te weten, kreeg ik ooit als tip van een Action-medewerker. Als er een streep door de barcode staat, betekent dat dat die binnenkort niet meer verkrijgbaar is. Dat alles al uit het magazijn nu in het schap staat. Dus dat is wel handig om te weten. Als je streep er doorheen ziet en je twijfelt, neem het dan mee. En ik vond deze lijn dus ook echt heel erg tof. Let wel heel goed op beschadigingen. Want die zie je helaas heel veel bij de Action. Mensen gaan er niet zo netjes mee om soms. Maar als je erop let dat die niet beschadigd zijn, hebben ze echt op dit moment heel veel leuke lijnen ertussen zitten.
Dan ook deze is echt een mega aanrader. Ik vond deze zo mooi, dit mokje. Die hadden ze in het blauw en in het roze. Dus 1,36. Ik vond deze roze prachtig. Ook leuk formaatje. Helaas, nou ja, niet helaas. We hebben al mokken laatst gekocht, dus ik kan het niet doen. Maar ik vond ze heel mooi. En ook echt heel erg budget. Dan ook hier zo hebben we alle keukentools. Als je nou iets ziet wat je heel graag een keer in een Action huishoudtools testen video voorbij wilt zien komen, laat mij dan alsjeblieft weten in de reacties hier zo beneden, want ik luister naar jullie. Ik heb ook weer 3 meegenomen waarom gevraagd is. Dus voor de volgende keer laat me vooral weten, want dan kan ik die in de volgende video uitproberen. Dan ook de metalen rietjes voor 99 cent. Mega aanrader van de Action. Ik gebruik deze altijd. Ze zeggen dat ze niet vaatwasserbestendig zijn. Ik gooi ze gewoon in de vaatwasser. Gaat helemaal prima. Is eigenlijk niet de bedoeling. Waarschijnlijk als je de gouden neemt, blijft die niet goud. Maar ze zijn super chill. Ik gebruik ze heel vaak. Dan ook keirennen, maar dit was mij nog nooit eerder opgevallen. Ik heb het nog nooit gefilmd. Namelijk, ze hebben allemaal poncho's en ook deze uitklapbare paraplu. Laat me alsjeblieft weten als je weet of dit iets is. Kost maar €2,30. En ik koop ze normaal bij de Primark en dan zijn ze een stukje duurder. Dus als dit wat is, laat me vooral weten in de reacties, want ik heb geen idee. En hier zo liggen dus ook de regenpakken en zo. Maar eigenlijk waarom ik dit pad inging was om de verf te halen. Ze hebben hier sprayverf. Klinkt dat logisch? Ik heb echt moeite met woorden vandaag, jongens. In elk geval mega aanrader. Vooral die van Spectrum. Daar ben ik heel erg fan van. Je hebt ook deze 2 gouden. Deze van Chrome is de slechte. Je moet deze hebben. Het lijkt mat op de verpakking en de dop. Maar er staat High Gloss bij de naam van de gold. En die is super fijn van Spectrum. Dus ja, hier neus ik altijd tussen. En zo zag ik nu bijvoorbeeld, die was me nog nooit eerder opgevallen, deze Silver Glitter Spray. We hebben bijna geen zilver in het huis. Dus ik heb hem niet meegenomen, maar ik vond het wel heel tof klinken. Dan gaan we verder naar de haarspulletjes en de haarverzorging. Om te beginnen met de tools. Ik vond deze heel tof. Het was een inklapbare föhn. Was wel een beetje aan de prijs, maar misschien leuk om uit te proberen een keer in een video. Laat me vooral weten. Sowieso, hè, als jullie iets zien en ik heb het er niet over, maar je denkt, hé, dat zou ik graag terug willen zien komen dat je dat test. Laat me dan vooral weten in de reacties. En ook natuurlijk hebben ze allemaal merken als Nivea, L'Oreal, super budget, gewoon te koop bij de Action. Mijn persoonlijke favoriet is deze van 1,95 van L'Oreal, de Total Repair Extreme Conditioner. Die is echt zo goed en die kan je echt voor de helft van de prijs dus gewoon bij de Action vinden. Dus het is altijd wel waard om tussen te kijken, want het scheelt gewoon heel veel geld in plaats van dat je naar een kruidvat of een ethos te koopt. Soms heb je dan alleen een Spaanse uitleg of zo op de achterkant, maar het werkt gewoon precies hetzelfde, hetzelfde product. Ook wilde ik eigenlijk weer een nieuw haarmasker proberen, maar ik durfde het niet ofzo. Want de laatste keer had ik er eentje gekocht en die vond ik helemaal niks. Die rook vies en ik vond hem helemaal niet prettig. Dus laat me vooral weten, als een van deze wel goed is, dan ga ik die de volgende keer meenemen. Want ik wil graag weer een haarmasker, maar ja, de vorige keer was dat een beetje slecht uitgepakt bij de Action. Dan ook droog shampoo. Ik wilde eigenlijk droog shampoo meenemen. Maar helaas, de Batiste was helemaal op voor €2,99. Gewoon helemaal niks meer. Helemaal uitverkocht. Dus hopelijk de volgende keer is hij er weer. Ook deze hoofdmassageborstel. Die gaat dus uit het assortiment. En er was er ook nog echt maar 1. Dus die heeft het ook wel goed gedaan, jongens. Ik dacht dat al, heel eerlijk. De vorige keer was die net nieuw met de shop en mij. Maar die heeft dus ook wel lekker verkocht. En die gaat dus uit het assortiment. Dus als je interesse hebt, dan zou ik aanraden om nu echt te gaan kijken bij Action. En ik moest lachen om deze foto op de achterkant van deze borstel. Die foto was zo raar.
Dan ook de haaraccessoires en ik werd hier zo blij van. Eindelijk mijn favoriete haarelastiekjes hadden ze gewoon in het zwart. Iedere keer hadden ze het bij mij in partykleuren. Dus de eerste keer dat ik normale zag, dus die heb ik natuurlijk gelijk meegenomen. En ook nog steeds hebben ze de deluxe haarclip sets. Die zijn echt heel erg mooi. Lekker tussen zoeken en voor een heel klein prijsje heb je hele mooie haarschuifjes. Dan gaan we naar de sieraden. Persoonlijk altijd een van mijn favoriete gedeeltes. En ik kijk altijd als eerste bij de Gold Plated. Ze zijn €2,49. En ik zag deze met vlindertjes, jongens. Ik raakte op slag verliefd. Die had ik nog niet eerder gezien. Maar sowieso zijn deze dus echt een aanrader om even tussen te kijken. Ze zijn heel budget. Mooi. Ik ben er mega fan van. Ook hier zo beneden hebben ze wat verschillende opbergdoosjes. Helaas alleen in het zwart. Jammer dat het niet een roze was of zo. Deze voor €5,95 was mijn persoonlijke favoriet. Die zag er echt heel erg mooi uit. Dan kan je ook lekker veel ringen en zo in kwijt. Maar zoals ik altijd zeg, zeker het bekijken altijd waard. Even tussen zoeken. Want het is altijd wel, ja, nu was het heel netjes moet ik zeggen. Normaal is het best wel ook nog een rommeltje. Maar kijk vooral overal lekker achter. En dan kan je echt voor een heel klein prijsje hele mooie sieraden ertussen vinden. Gaan we door naar het beauty gedeelte. Dit is denk ik mijn tweede favoriete pad met bone. Is dat altijd echt waar ik naar uitkijk. Nog steeds hebben ze de herbruikbare wattenschijfjes. Heel erg fan van. Maar mijn persoonlijke favoriet is deze van 89 cent. Is gewoon één doek. Super chill. Ik doe gewoon water op of make-up remover. En ik plas het gewoon over mijn face. Werkt geweldig. Super budget. En heel erg kostenbesparend. Want je gooit het gewoon in de was. En daarna kan je het weer gebruiken. Dan qua de beauty gadgets was er helaas niet heel erg veel nieuw. Degene die we de afgelopen tijd al de hele tijd zien, dat vond ik een beetje jammer. Want ik had echt op zoek naar een paar leuke beauty gadgets voor mooi of zooi video's om uit te proberen. Maar het was een beetje hetzelfde helaas. Maar wel natuurlijk zoals altijd weer hele leuke maskertjes. En daar lagen ook weer wat nieuwe tussen. Dan gaan we even bij de beauty organizers kijken. Mijn persoonlijke favoriet nog steeds is de bamboe organizer. Die vind ik er echt goed uitzien. Voor €6,79. De buurvrouw daarnaast helaas ben ik mega niet fan van. Deze is €2,12. En het moet een marble effect zijn. Maar het ziet er gewoon uit alsof iemand zijn fiets heeft gemaakt. En met smeer allemaal over je make-up organizer is gegaan. Ik weet niet. Ziet er niet mooi uit vind ik zelf. Ik ben er geen fan van. Ik snap het idee. En dat was leuk. Maar het werkte niet. Dan qua de nepnagels, eindelijk hadden ze nieuwe jongens. En er zaten echt hele leuke tussen. Deze met de leopard en pink. Ik vond ze eerder dat een beetje op stipjes leek. Maar ik vond ze heel leuk voor €1,39. Ook deze met de hartjes, 10 uit 10. Er zaten gewoon allemaal leuke nieuwe lenteontwerpjes tussen. Dan ook nog steeds, deze hebben ze nog maar een tijdje. Deze facial spa steamer. Die vond ik wel heel tof. Maar ik heb geen idee hoe ik daar een video uit moet maken. Want dan hangt met mijn hoofd heet in een bak. Dus daar heb je niks aan. Deze spiegel voor €1,29. Super, super tof. Helaas alleen blauw. En ik ben niet zo fan van blauw, maar ik vond de spiegel zelf heel cool. En ook hadden ze weer, jongens, ik weet dat heel veel van jullie na mijn mooi of sorry video deze wilden hebben. Ze hebben weer de Magnetic Eyelash Set. En deze is echt, ik ben er mega fan van. Deze heb ik een keer in een mooi of sorry uitgeprobeerd. Is super goed. Ik heb een hele video van op mijn kanaal, als je wil weten hoe je het gebruikt. Maar ze zijn weer in de action in elk geval. Ook waren er weer wat nieuwe make-up kwasten sets, dus daar neem ik jullie ook mee langs.
Start living. You need to know you're beautiful. You're perfect just like you are. Release your control, start to let go. Take a night off and let yourself go a little crazy. 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 Release your control, let your body. En ook nog steeds hadden ze deze nageldroge lamp. Dus ik heb hem dit keer meegenomen, jongens. Dus deze gaan jullie binnenkort zien in een Mooi of Zooi video. Want de vorige keer hadden heel veel van jullie gevraagd of ik deze wilde uitproberen. Dus dat ga ik binnenkort voor jullie doen. Dan aan de overkant van dit bad, zeg maar, heb je alle meer badspulletjes, huidverzorging, meer de skincare kant eigenlijk. Nou, staat ook aan de andere kant, maar je snapt wat ik bedoel. Om te beginnen hebben we ook heel erg veel parfum hier zo. Leuke verpakkingen zitten er ook tussen, dus hier geef ik even een overview van. Dan qua deo's hebben ze dus ook Nivea, Sanex, Dove, alle grote merken, maar lekker budget. Dus hier zo kijk ik ook altijd eventjes tussen. En zoals je kan zien, Dove was in de aanbieding, dus die was heel erg uitverkocht. Perfect just like you are. Release your control, start to let go. Take a night off and let yourself go a little crazy. En bij deze kant persoonlijk mijn favoriet is altijd om te kijken bij de bath slabs en de bath bombs. En al die spulletjes in het bad vind ik altijd heel erg leuk. Dan ook hadden ze eindelijk weer die Betty bandjes. Ik heb er nu eentje meegenomen. Vorig jaar vroeg ik aan jullie van werkt het echt? En toen zeiden jullie ja. Dus ik heb het dit keer meegenomen, want ze zijn nu weer voor dit jaar weer in het assortiment. Ook nog steeds hebben ze deze bath bomb zakset. Ik vind die echt heel cute eruit zien nog steeds. Maar hij gaat dus wel uit het assortiment. Ze hadden een streep door de barcode heen. Dan ook nieuw zag ik deze bath salt. Zag er echt heel erg schattig uit in verpakking. Ook heel leuk als cadeautje, denk ik. Ik heb geen idee of het daadwerkelijk iets is. Maar qua verpakking zag het er heel leuk uit. Dan ook dus gewoon alle, ja, deze producten hebben ze eigenlijk altijd. Ik merkte wel dus dat er veel meer insecten spulletjes waren om dat te bespreiden en je ermee te helpen. Ik merk het ook echt. Ik ben al echt 10 keer gestoken sinds de zon weer tevoorschijn is gekomen. Dus al die producten komen ook weer terug in de winkel. Dan gaan we ook een kijkje natuurlijk nemen bij de kindergedeelte. Ik vind het persoonlijk altijd heel leuk om te kijken, omdat je hier nog extra knutselspulletjes hebt. Zoals bijvoorbeeld de tie-dye kit. Die heb ik ook nog steeds staan, jongens. Ik ga het doen, ik beloof het. Dat komt een keer in een vlog, maar wanneer, geen idee. Eerst hebben altijd andere dingen voorrang. En als ik een keer tijd over heb, gaan we dat zeker nog doen. Maar hier hebben ze altijd dus hele leuke sets, maar ook nog knutselspulletjes. Dus als je iets nog zocht wat niet bij de knutsel lag, altijd bekijken waard om even bij de kinderen te kijken. Want daar heb je ook andere knutselspulletjes weer. En daarnaast hebben ze hier ook altijd leuke mysteryboekjes en Funko's. Dus daar vind ik het altijd ook leuk om te kijken.
De Funko's worden namelijk verkocht voor €3,99. Hebben ze niet altijd. Ze krijgen één keer in de zoveel tijd een doosje met van alles en nog wat. Laatst hadden ze ook een keer Fantastic Beasts. Gewoon hier zo. Dus dat vond ik super chill. Maar er zat Die Hard tussen. Er zat van alles tussen dit keer weer. Dus het bekijken waard als jij Funko's spaart. Want ze zijn wel echt heel budget altijd bij de Action. Dan gaan we ook nog even kijken bij de feest- en cadeauartikelen en bij de kaarten. Als eerste, deze viel me gelijk op. Deze verpakking was nieuw, was €1,19. Heel erg leuk, pastel regenboog met holographic eroverheen. Ook nog steeds hebben ze hele leuke Disney-inpakpapier, leuk voor de kleintjes. Ik doe het persoonlijk ook gewoon, ik vind het heel leuk, gewoon Disney überhaupt, zoals jullie weten. Binnenkort gaan we ook weer naar Disneyland. We hebben nu eindelijk een jaarpas, echt zo ontzettend leuk. We hebben er heel leuk over na lopen denken en op een gegeven moment dachten we van, waarom niet? We zijn jong, we zijn allebei fulltime werkers. We hebben geen kinderen, dus waarom, ja, leven we niet, zeg maar. Dus we hebben dat gedaan en we gaan binnenkort weer naar Disneyland. Dan ook deze vond ik zo cool. Ik heb hem meegenomen voor een mooi of zooi. €9,95, deze Galaxy projector. Echt heel erg cool. We gaan hem uitproberen, jongens. Ik ga hem sowieso ook uitproberen op TikTok. Maar hij zal ook een mooi of zooi video krijgen op YouTube. Volg me trouwens ook op TikTok als je me daar nog niet volgt. Want daar post ik sowieso meerdere malen in de week. Probeer elke dag, maar dat red ik de afgelopen tijd niet meer. Maar sowieso om de dag. Dan ook nemen we even een kijkje bij de kaarten. Ik vind het altijd een mega aanrader. Ik haal al mijn kaarten hier zo bij de Action. Ze hebben hele mooie, heel budget. Het is echt het bekijken waard. Dan ook deze sets zijn op dit moment echt een aanrader. €9,99 krijg je 10 luxe kaarten in. En ik vind deze zo schattig. Sommige hebben ook echt gewoon gold foiling. Alles erop en eraan. En ze zijn super cute. Op de achterkant kan je zien welke 10 je erin krijgt. En dan ook aan het einde natuurlijk lopen we weer even door het snoepgangpad. Soms mijt ik deze, soms niet. En dan gaat het mis. Maar ik vond deze heel erg leuk van PES. Het enige jammer vind ik altijd dat de Action nog geen navul verkoopt. Maar ze zijn wel lekker budget hier zo te vinden. In elk geval de dispensers. Ja, dat was dan voor deze Action Shop met mij video. Ik hoop heel erg dat jullie het weer leuk vonden om te kijken. Ik vond het heel leuk om weer naar de Action te gaan, want het was best wel even geleden. De laatste keer was echt al voor mijn doen lang geleden, ruim een maand. En ik wilde gewoon heel graag weer terug sowieso, maar ik wou een Shop met mij voor jullie filmen. Ik wilde wat nieuwe gadgets halen voor mooi of zooi video's die er in de toekomst aankomen. Dus het was wel echt heel erg leuk om weer te gaan. Het was even geleden, vooral omdat ik telkens ziek was en het virus heb gekregen en daarnaast 2 keelontstekingen heb gehad, ben ik al even niet naar de Action geweest. En ik hoop natuurlijk vooral weer dat jullie het leuk vonden om te kijken. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag staat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Die nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt. En wie weet, zie jezelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar 1 druk op die rode knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!